kijk, hij kijkt zielig, hij mag niet verder gaan, maar je weet het. Bijna nog helemaal niet meer weggedaan. Nou mensen, dit was dus Borgland uit Q9. Zo, dames en heren, het is alweer een tijdje geleden dat de laatste vlog uitkwam. In de tussentijd zijn er heel veel dingen veranderd en gebeurd. Ik ben kerstverse vader geworden bijna een maand geleden van mijn zoontje Jay. Die slaapt nu lekker. Dus ik heb eventjes de tijd genomen en het was natuurlijk zomervakantie, dus eventjes genoten. Er zijn natuurlijk heel wat dingen gebeurd, waarin natuurlijk de fitness die is opgestart. Maar ik heb gewoon weer besloten om jullie mee te nemen. Zomervakantie is erbij. Dus ja, kijk en geniet zou ik zeggen. Mensen, zijn we weer. We zijn hier gearriveerd bij Gym 3. We hebben een fotoshoot voor onze opkomende gala op 5 november. Iedereen moet er mooi op komen te staan voor de poster. En ja, we zijn al begonnen. Ik heb mijn coördinator meegenomen, Robert. Ik heb het weten, weet je. En June is de eerste, die is al bezig. Ja, top. Dankjewel. Goed gedaan. Het zijn leuke dingen. Beetje mooi of? Ja. Ben je inmiddels klaar voor de shoot? Kijk hem, helemaal afgetraind, mooi in pak. Yeah. Klaar voor 5 november? Ja, toch, sowieso gesloopt. Ja, dat bedoel ik. Zo, heb er zin in. Het is alleen een beetje warm nu hier in het pak. Ja. Ja, man. Ja, mensen, ik was het even vergeten te zeggen. Het is nu 31 graden buiten. Dus ja, wel het juiste moment om foto's te maken. Maar goed, je moet er wat voor over hebben. June gaat vechten op 5 november. Wordt de eerste partij. Heb je er zin in? Ja. Ben je zenuwachtig? Ja. Ja? Natuurlijk niet, man. Je gaat slopen, toch? Of niet? Ja. Oké, dan. We gaan de volgende even zitten bij. Hey, we zijn al begonnen, hoor, dames. Ik weet niet. Komt er nog iemand? Voor een foto? Shai? Misschien? Onze ster, hoor. De ster van Gym 3. Shai hier. Is een jeugdvechter. Echt ook vechter? Ja. Ja. Die niet? Oké. Kun je naar deze kant? Ja. Ja, kijk aan op die killing look. Kill op je borst. Dat is hem, dat is hem. Nee, je moet niet lachen, natuurlijk niet. Wat ga je lachen? Top man. Kijk maar, Mariska, dat willen we zien. Kom maar, doe niet alsof je het niet erg vindt om op de foto te staan. Ik hou er niet van. Nou, is niet kan afgezien hoor. Nee, we zijn alvast bezig met het maken van onze kerstkaart. Gym 3 kerstkaart. Beetje vroeg, 30 graden buiten, maar ja goed, maakt niet uit. Ja, dat is zijn ze nog niet zo pips. Met de kerst ziet iedereen zo wit. Hey, ben je mensen geen familiefoto hoor, ik weet het niet. Ik kan alleen maar lachen. Ja, maar je moet toch toch maar. Hey, kom, een beetje stoer man. Ja. Een beetje stoer man, kom op dan man. Even een gezamenlijke foto en je mag het lachen. Santa Claus. Eerst de familiereunie. De familiereunie. Ja, staat echt zo. En bloepers komen er ook op, hè? Ook bij. Ja, kijk hier, ik ben hier met mijn broeder, jongen, van mijn oude moeder. Ja, jongen. Ja, toch, kijk, hij kijkt zielig, hij mag niet vechten op de gala. 5 november mag hij niet vechten. Daarna, hij mag niet vechten, he, toch? Mag niet uit, niet. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, is de fotoshoot voor 5 november voor ons Benefiet Gala goed gegaan. En vandaag ben ik op weg naar Borgland, daar waar het evenement gaat plaatsvinden.
Ik ga een en ander bespreken met betrekking tot de zaalindeling en dergelijke. Ja, Borgman, mensen, kom mee. We gaan het even laten zien. Groot. Ja, natuurlijk. Ja, hou rekening met de hoogtes. Ja, het komt in die lampen en dat kan er iemand. Kans dat ik in de loop van de tijd nog eventjes met een podium per oude lamp. Ja, hier gaat het gebeuren, mensen. 5 november. Benefiet Gala van Gym 3. Fighting for Hunter. En, ik ben nog een beetje aangekleed straks. Maar, we gaan het zien. Nou, mensen, dit was dus Borgland. Accu leeg, van ja. Ja. Vandaag krijg ik een oude vriend op bezoek, Radmilo Soda. Waar ik heel lang mee samen heb gewerkt. En die heeft een paar boxers. En die komt vandaag met onze jongens sparren. Dus wel leuk om hem ten eerste weer te zien. Maar ook om die jongens met andere boxers aan het werk te zien. Dus nou, we gaan even kijken wat ze ervan bakken. Goed zo, nu gaan we je afstand. Houd je neem. Even kijken. Je moet er weglopen met hem. Blijf in je buurt. En dan hier rechts zo juist. Rust jongens. Rustig. Je moet luisteren, hè? Niet kijken. Zo. Ja, dat is goed. Ja, dat is ook een goed. Ik zie dat aankomen, hier, kan je rechts naar rechts, niet op de laatste, hè? Die handje weg. En voor komt in één keer erin, ja, die moet je ook kunnen snel reageren. Ja, we moeten deus, maar we gaan de stolen van achter. De stolen van maar we willen van achter. Het andere ding. Oké, mensen, ben ik weer. Lekker fris en fruitig. Nou, zoals je hebt kunnen zien was het sparren met de jongen van Soda ging goed. Het was leuk om Soda weer te zien. En ik ga volgende week eventjes bij hem op bezoek. Vandaag ben ik weer bij Borgland. Ik heb mijn assistent meegenomen, Denise. En vandaag hebben we een gesprek met de politie. En het gesprek met de politie is wel erg belangrijk natuurlijk voor het evenement. Omdat we in het verleden als promotors, als kickboxer toch wel wat schade opgelopen. Waardoor het moeilijk was om evenementen te organiseren. Dus we moeten even met de politie in gesprek. We zijn in het restaurant van Borgland. Hier krijgen we ook het dinerarrangement. Mooi uitzicht, mooi golfuitzicht. Helaas wordt er niet gegolfd die dag, maar wordt er keihard geknokt. Maar ja, het is een super mooie locatie. Hier zullen mensen gaan eten in de avond, vooravond, voordat het evenement begint. Oké, het gesprek bij Borgland zit erop. Het is goed gegaan met de politie. Het was wel een pittig gesprek, omdat natuurlijk heel veel vragen worden gesteld. Alleen had al vooronderzoek gedaan, gegoogeld over mij en dergelijke. Dus dan weet je het, hè. Alleen maar goed. Dus wat nu de volgende stap is van de politie. Ze gaan het met de recherche bespreken en de twee hoofdagenten. En samen met de burgemeester ook van Duivendrecht Amstelveen. Dus we wachten het af, maar 5 november is aan. Goedemorgen mensen, het is alweer zondagochtend.
Was een drukke week. Met name alle zaken die omtrent Borgland geregeld moesten worden. Ja, het is echt een typische zondag. Wakker worden met mijn kinderen op de bank. Lekker tv kijken. Nou, vandaag heb ik weer wat dingetjes op de planning staan. Om 10 uur ga ik naar de sportschool. Dan geef ik nog wat les. En daarna gaan we het veld op. We worden iedere zondag op een wedstrijd. We voetballen ook nog eens. Ik speel samen in het team met onder andere Rodney. En we spelen bij AFC Nautilus. En, ja, voetballen vinden we best fijn. Weet je, daarnaast, naast het kickboksen en het boksen, wat we allemaal doen op sportschool, is toch iets anders. Binnen onze vertrouwde lijn. Dus vandaar. We hebben ook veel plezier. Dus ik neem jullie mee. Nee. We maken progressie, hoor. Papa, wat is mijn drinken? Wat is mijn drinken? Pingelen, kan je schieten, schiet die bal. Pingelen, tot je die bal kwijtraakt. Ja, dan ga je staan kijken van ja, ze moet je achterop lossen. Dames en heren, we zijn weer volop bezig met de voorbereidingen voor 5 november. Niet alleen de voorbereidingen, maar natuurlijk het organiseren ervan, maar ook de voorbereidingen van het klaarstomen van onze vechters. Ik heb hier een vechtershart, Danielle. Het is een tijdje geleden, maar ja, we gaan weer even knallen. Ze kan het nog steeds. Mensen, ja, we zijn er weer en we gaan weer wat doen. Ik ben hier met Jopie gewoon. Ja joh, we gaan Jopie straks in actie zien. We gaan een beetje sparren vandaag. Met een bokser uit Utrecht. We grijpen, hij komt even klappen halen. Maakt niet uit. Dus ja, kijk eventjes mee met ons. Get some music.
gesleuteld hebben, maar ik moet gewoon open. Zo, het was maar weer een training. Ja, lekker gespart. Het is ook af en toe fijn om, het, om zelf met die jongens te sparren. En lekker bezig te zijn. Dus Jopie en onze Utrechtse bokser, ik bedank jullie. Ik heb wel wat kleine dingetjes erover gehaald hier. En een klein bultje. Maar ja, goed, dat hoort erbij. Dat is lekker. Pijn is fijn. En ja, ik ben nu thuis. Ik ga nu lekker genieten van mijn kinderen. En hun genieten van papa. En ja, dit was alweer het einde van mijn vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De volgende vlog die nadert snel. Maar ook echt heel snel. Want ik ben een tijdje eruit geweest. En we zijn nu weer helemaal op dreef. Dus thanks voor het kijken.